Kijkers, goeiedag en welkom bij In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, maar ik ben op bezoek. Ik ben op bezoek bij mevrouw Hanna Anees Middelijn. En mevrouw Hanna is een heel bezige vrouw. We gaan met haar praten over alles wat zij onderneemt. Maar laten we alvast kennis maken met mevrouw Hanna Anees Middelijn. Wie is dat? Nou, dat is dus de, ja, moet ik zeggen, de vrouw van Jules Anees. moeder van 3 volwassen kinderen en gepensioneerd. 40 jaar onderwijs achter de kiezen. En in principe nu bezig met een business, die heet Twindatori. En dus waar dus pinda verwerkt wordt tot lekkers, snacks, pinda snacks, zout en zoet. En ik denk dat het zo een beetje is, met zegt het meer dan dat hoor, maar dat is het, ik ben veel bezig met muziek. Ja, Paid in Full is een van de jaarlijkse concerten die gehouden wordt, online de laatste tijd, omdat dus vanwege die COVID-situatie. Maar ik vind online veel beter, omdat je veel meer mensen kan bereiken. Daarom. Dus het is een hele moeil om Hanna Anees Middelijn. Daarom zei ik aan het begin een bezige vrouw, toch? Want u zegt het zo heel even, 40 jaar onderwijs achter de kiezen. 40 jaar is lang. Hoe was het? Nou, ik heb het ervaren als fijn. Ik heb het ervaren als fijn. Ik ben ongeveer 19 jaar, zeg maar tussen 16 en 19 jaar ben ik op de kweekschool geweest. Heb ik het kweekschoolonderwijs, ben ik in het kweekschoolonderwijs geweest en van daaruit ben ik dan gepensioneerd. Op welke scholen heeft u allemaal les gegeven? Mijn eerste school was Kronenburg. Kronenburg. Mungo, Ommewenen, Ellen, dus Kronenburg, maar daarna naar voren, naar Ellen. En hier op de Eratamega school en daarna naar de Kweekschool. Waar u les heeft gevallen, heeft u zelf les gegeven. Hoe waren de kinderen toen? Nou, moet ik die vergelijking maken? Ik ben bang. Is het zo erg? Maar het verschil was aan. Er is een groot verschil tussen kinderen van toen kinderen en kinderen van nu. Je kan zeggen, kinderen van toen, oké, men heeft ze een aantal dingen geleerd en ze hebben ze aangenomen. Je bijna kunt, kan je zeggen van ja, die kinderen, ja, ze waren geen sufferds. Ze waren geen sufferds. Maar ik weet wel dat er een stuk meer respect was. En mensen gaan misschien boos op me worden, maar het is zo. Er was een stuk meer respect. Oké, kinderen van nu zijn een stuk mondiger. Ze zijn een stuk mondiger. Ze weten ook op te komen voor hun recht als ze dat op een goede manier doen. Dus dat. En ik heb begrepen dat er ook een groot verschil is met de studenten die vroeger de kweekschool bezochten en die van nu. Het was meer een roeping, hè? Je wilde echt in het onderwijs, dus je ging naar de kweekschool. En nu is, omdat ze geen andere mogelijkheid hebben, belanden ze op die school. Heeft u dat ook ervaren? Ik wil u dit antwoord schuldig blijven. Ik ga. Was het een roeping voor u? Was het een roeping? Mijn roeping was het wel. Hoewel ik het niet besefte, ik heb een vader gehad die in het onderwijs was. Mijn ouders hebben 8 kinderen en in principe zijn bijna alle 8 in het onderwijs geweest. En als ze niet in het onderwijs waren, mijn ene zus is verpleegkundige geweest, maar daarna was ze verpleegkundig docent. De ene is maatschappelijk werkster geweest, maar daarna was ze decaan op het natin. Dus hoe je het ook draaide of keerde, uiteindelijk kwamen we toch in het onderwijs. En
Ik wilde in principe vroedvrouw worden. Oh. Ja. Maar ik kon niet anders. Dus ik ben op de kweek gegaan. En voordat je dacht, vond ik het. Het leek echt alsof ik daarvoor geroepen was. Mm. Het is zo fijn. Ja, het is heel fijn om te onderwijzen. Het is wel leuk dat u zo mee kan werken aan de ontwikkeling. En een basis kan leggen voor de kinderen. Klopt. Klopt. Dus klopt. Het is in principe. Het was toen een heel dankbaar werk. Ja, het was een heel dankbaar werk. En tot nu toe, als ik op straat ben, overal waar je bent, dag juf, dag juf, dag juf. Heeft een goed gevoel. Mm-hmm. Klopt. Maar daarnaast bent u onderneemster geworden. Wanneer kwam dat? Nou, een aantal jaar geleden heb ik dus bewust gevraagd. Aan God, en het leek misschien overdreven, maar ik heb bewust gevraagd dat hij me iets geeft om te doen, zodat ik mee kan helpen in de huishouding, ondanks het salaris, want we hadden geen slecht salaris. Maar, je weet, wanneer je bepaalde dingen hebt, soms spaar je naar iets toe, en op het moment dat het er is, gaat er iets anders kapot. Ja, als vrouw, oké, als vrouw, ik denk iedere vrouw weet dat. Maar, ik heb toen gehad, Pinda. En ik ga dat heel eerlijk zeggen, ik heb één soort van een Bigisma vriendin van me geleerd. Die had geen bezwaar dat ik ermee aan de slag ging. En de rest heb ik. Door experimenteren. Wel heb ik gehad dat bijvoorbeeld een goede vriend van me, een goede vriendin van me, dat ze zei van, je kan dat doen, je zou dat kunnen doen. Weet u, als je bijvoorbeeld iets deed dat niet lukte, zou je kunnen vragen van, hoe zit het? En zeggen ze, oh nee, zet het in de oven, laat het een beetje drogen. En neem je dat mee en het lukt. Het lukt. Dus, Hoe lang bent u al bezig met Pindatori? Zeg maar 2012, 2011. Maar 2013 had ik dus wel een hele grote bestelling. En ik denk dat ik toen echt aan de slag ben gegaan ermee. In de COVID-tijd, in andere tijden, ik heb meegedaan aan beurzen, aan vrouwenbeurzen, heb ik meegedaan in KKF. En het was er, hoe moet ik het zeggen, mensen kwamen daar, en ik herinner me dat er een meneer was, die kwam en zei, meegoes mevrouw, u bent er nog. Ik zei, ja. Weet u dat zoveel mensen niet meer bezig zijn met wat ze deden. Alles is kapot gegaan, de economie. Maar ik heb dus wel dit gehad, ook al zou het op een lager pitje moeten, ik ben gewoon doorgegaan. En dat heeft dus gemaakt dat ik nu ben waar ik ben vandaag. Is die pinde altijd te krijgen? Dus dat is een ding. Wat je wel hebt, en dat vind ik dus eigenlijk niet zo prettig, is dat je iedere keer een andere kwaliteit pinda koopt. Die stabiliteit van die pinda, waardoor je dus iedere keer weer moet kijken van oké, die komt van zo'n firma. Laat maar even kijken. Soms brandt hij snel aan, soms even naar die Surinaamse pinda. Dus je moet iedere keer, je moet een beetje gevoelig zijn voor dat soort dingen. En als je dat soort dingen heb ik dan ontwikkeld. Houdt u scherp? Absoluut scherp. Maar dan nu bent u op het idee gekomen, neem ik aan, vorig jaar, hè? Is dat zo? Om een Uma-beurs te houden, no? Of wat was het precies? Oké, ik heb een cursus gevolgd. Ik weet niet meer hoe het heet, maar uiteindelijk, aan het eind van die cursus,
moest je dan een klein referaatje moest je houden van wat wil je gaan doen. Ik was toen veel bezig met zang, met muziek. En ik had makkelijk kunnen zeggen, concerten organiseren, want ik deed het al. But somehow dacht ik, En het begon te borrelen in me om. Kijk, helpen is mijn ding, hè. Helpen is echt mijn ding. Het begon echt in me te borrelen van, help andere vrouwen. Kijk waardoor je heen bent gegaan. Kijk hoe het proces is geweest. Van zo'n punt ben je naar zo'n punt gegaan, waardoor je dus nu, ook al is het niet geweldig veel, maar je kan wel meehelpen. Begreep je? Dus zo, en toen kwam ik op het idee van, weet je wat, mensen, ik heb het ook gehad vroeger, heel vroeger, en ik was nauwelijks getrouwd, en je weet dan niet echt om te gaan met je financiën. Ik denk dat u dat ook weet. Nou, ik ben er niet verlegen om. De mindere moon. Ik denk, heb je niet zoveel geld meer. Mijn zus woonde niet ver, dan ga ik bij mijn zus. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Toen zei ze, dacht je, oké, kom zitten. Dan gaan we dat en dat en dat. En het is, we hebben het afgebouwd, totdat ik zelfstandig een aantal dingen kon doen. En ik wil vrouwen daarmee helpen. Door het, dat stukje, je hoeft niet midden in de maand bij iemand te gaan. Je kent dat ding toch? Heb je wat om me voor te schieten? Ik geef het je eind van de maand terug. Toch? Maar ik werd steeds zelfstandiger tot dit stuk. En vandaar dat ik besloot, ik weet niet, ik denk God bracht het in mijn gedachten terug van leer mensen. Help niet alleen. Want dat heeft mijn bloedeigen zus gedaan. Ze heeft me niet alleen geholpen. Ze heeft me niet alleen die vis gegeven. Maar ze heeft me die hengel gegeven. En dat is wat ik nu wil doen. Ik wil helpen. Maar ik wil je wel die hengel geven. Zodat je straks zelf met je talent aan de slag kan. Dat is dat stukje achter die Uma Talenti. En ik weet niet, ik zat op een dag en plotseling kwam het in me op. Uma Talenti Prododi. En ik dacht, dat is het. Dat is het. En zo heb ik het gedaan. Ik heb verleden jaar mensen opgetrommeld, gevraagd van, luister, ik wil dat en dat en dat gaan doen. En mensen waren bereid. Ze hebben een kleine fee betaald, we waren in de spa. En ze hebben verkocht, behoorlijk verkocht. Ja, ze hebben behoorlijk verkocht. En dit jaar denk ik, oké, dan gaan we dat weer doen. Uma Talenti Prododi. Ja, er zijn andere mensen. Niet iedereen die verleden jaar heeft meegedaan, doet dit jaar mee. Andere mensen zijn in de plaats en hebben zij ook de gelegenheid om hun ding te doen. Weet u, dus... Zijn het jonge entrepreneurs, jonge vrouwelijke entrepreneurs, of is het een dwarsdoorsnee? Het zijn niet alleen jonge mensen. Het zijn niet alleen jonge mensen. Wat wel bijzonder is, is dat mijn jongste 8 jaar is. Ja, 8 jaar om 11 jaar. Het zijn 2 zussen en ze maken prachtige siepen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat kinderen dat doen. Ik heb iemand anders van 24 jaar die tassen maakt. Ik heb een andere die concentraten maakt. Die is ook niet zo oud. Maar daarnaast heb ik ook bijvoorbeeld een gepensioneerde verpleegkundige die zegt, ik wil niet zomaar stilzitten. Ik wil iets doen. En zij maakt sierkussentjes, sleutelhangers, ze bewerkt kleding met verf. Ja, en ik vind dat eigenlijk geweldig. Ik heb een andere die koekt, lik voor sting. Ja. Zij doet koeken, pindakoek, die echte pindakoekoe. Doet ze kiksie,
pruimenkeek. Dus eigenlijk hele mooie dingen. Ik heb anderen die straks gepensioneerd is, maar ze doet kreft. Planten, kreft, mooie fase. Ja, ja, ja. Dus in principe, je bent zo blij als je mensen zo aan het werk ziet. En belangrijk is dat ze met datgene dat ze doen, iets erbij verdienen. Ik heb eten, voeding. Mensen, er zijn mensen die voeding doen. Er zijn mensen die ijsjes maken. En daarom zeg ik, het is belangrijk, wat ik zo mooi vind, zelfs met ijsjes maken. Maar wat wel één belangrijk ding is, je verzorging. Je verzorging. En geloof me, men zegt je, ja, het is een dure tijd, het is dit, het is dat. Als je product goed is, gaat men het kopen. Ik heb eens een keer tegen een vriendin van me gezegd, ik zei, boei die dingen, ze zijn duur, ik weet niet. En ze zegt tegen me, ze zegt, Hanna, ze gaan het één keer kopen, het is duur. Dan gaan ze ergens anders en dan gaan ze eten en dan komen ze terug. En that's it. En u heeft het dus Oma Talenti Prodede genoemd en dat wordt dus op zaterdag 30 juli gehouden in het centrum van Palu aan de Kafuludistraat. En het doel is? Het doel is om de vrouwen te helpen, om andere vrouwen te triggeren. Om andere vrouwen te bemoedigen en ze te laten weten dat ze niet niets kunnen. Er is altijd iets. Er is altijd iets dat je kan doen. Sommige mensen stikken babylakentjes, andere mensen maken mamjes, lappendekens, anderen maken ijsjes. Zolang je product goed is, gaat men het kopen. En het is net als het verhaal in de Bijbel, hè, van de talenten. Wat doe je met je talent dat God je heeft gegeven? Oké, that's it. Dat is het. Wat doe je met het talent dat God je heeft gegeven? Ja toch? Die ene met 3, met 5, die heeft gewerkt. Die andere met 3 of 2 heeft gewerkt. Die ene met 1 heeft het verborgen. En we weten allemaal het einde van die ene met 1. Zo, echt, ik wil die vrouwen echt bemoedigen. Ik wil eigenlijk iedereen bemoedigen. Je hebt iets, gebruik het. Vrouwen in het bijzonder, je hebt een talent van God gekregen. Gebruik het. En gebruik het niet alleen voor jou, want dat is ook mijn verlangen. Gebruik het voor jou, je gezin, maar ook om anderen te helpen, om anderen op weg te helpen. Zodat ze ook van hun op weg, van hun kunnen gebruiken. En zo helpt u die vrouwen ook om een beetje te gaan budgetteren. Naast hun salaris hebben ze een extra inkomen die ze goed kunnen inzetten. Nou, budgetteren, ik weet niet of ik moet zeggen, je leert, want ik kon het ook niet. Je leert. En je leert omgaan met wat je hebt. Je leert omgaan met wat je hebt. En er zal iemand daar zijn. Als deze vrouwen er zijn op die beurs en ze willen verder gaan, dan is er wel iemand ter beschikking die ze op weg kan helpen. Oké, doe dit, doe dat. Je mag je in gaan schrijven bij KKF, doe dit. Dus ze krijgen, ze kunnen de begeleiding krijgen. Als ze dat willen. Het is helemaal vrijwillig. Als je dat wil. Als je echt zegt van oké, ik wil nu echt die business gaan. Dan is er iemand. Dan kan ik je zo aanwijzen. Kijk, bij die mevrouw moet je zijn. Daarvoor en daarvoor. En dan gaat ze je op weg helpen. Het is echt een hele veelzijdige prodode. Niet alleen dat die vrouwen prodo gaan maken met hun producten. Maar daarnaast is er ook begeleiding. Het wordt ook een hele gezinsdag, hè? Ja, iedereen mag komen. Laat je kinderen vooral niet thuis, omdat we toch wel wat gezelligheid hebben voor die kinderen. Kinderen houden van een treintje, dat zal er zeker zijn. Trampoline, dat zal er zijn.
En ja, terwijl de ouders bezig zijn binnen, daar is er misschien iemand buiten die helpt met kindertjes in de trein zetten, want de kinderen gaan niet alleen zitten in de trein. Maar daar is er wel, zijn er wel een paar volwassenen die met ze zijn en die gaan rijden, terwijl die ouders gezellig bezig zijn. Ze hebben voor die kinderen ook popcorn, ze hebben suikerspin, ze hebben schaafijs, er zijn eetjes, gember-eetjes, kokos-eetjes, er zijn pannenkoeken, er is koek. Dus, ja. Mm-hmm. En u gaat in elk geval door met uw onderneming en dat, die onderneming loopt ook goed? Ja. Ja, ik mag niet klagen. Ik ga nu, ben ik bezig te experimenteren met een nieuw product en dat is pindakaas. En ja, ik zag gewoon daar in op de beurs, waarschijnlijk met een paar flesjes. Heel veel succes toegewenst. Hartelijk dank. Kijkers, dat was dus mevrouw Hanna Anijs Middelijn. U heeft het gehoord, net wat ik eerder zei, een bezige vrouw, een Jaja-vrouw, die zelf onderneemster is, maar het niet daarbij heeft gelaten. Zij zegt, ik wil ook andere vrouwen stimuleren en ze eigenlijk ook een beetje begeleiding geven om daar te komen waar ik nu ben. Ze heeft de uitdagingen gehad, maar die heeft ze allemaal meegenomen en nu is ze er. En zij organiseert dus op zaterdag 30 juli een Uma Jaja, Uma Talenti, zij is een Jaja Uma, een Uma Talenti Prodo Day. En dat is dus voor het heel gezin. Ik denk dat het leuk is en vele vrouwen kunnen daaruit geïnspireerd raken. En misschien voeren we volgend jaar of misschien de komende tijden meer beurzen waar vrouwen hun talenten kunnen tonen. Maar u gaat nog niet weg, zometeen ben ik er met het tweede onderwerp. Kijkers, welkom bij deel 2 van In Gesprek Met. Ik ben nu op bezoek bij een heel ander deel van Suriname. Ik ben namelijk op plantage Honoribo. En het is heel leuk om hier te komen, want je rijdt via de Meursweg en dan ga je in de Willem-Ommenweg. Dan rijd je helemaal naar achter en dan plotseling ben je in een gemeenschap. Huisjes, leuk. Ik vond het echt leuk. En ik ga daarover praten met meneer Hesdy Ommen. Hij is voorzitter van het plantagebestuur Honoribo en ook voorzitter van de paraplantages. Heb ik het goed? Oh, en daar bent u de voorzitter. Welkom in een gesprek met. Dank u wel, mevrouw Boetius. Zo, laten we kennis gaan maken met meneer Ommen. Wie is Hesdy Ommen? Hesdy Ommen, Wilgo Hesdy Ommen, zoals hij officieel heet. Ja. En de ouders hebben ervoor gekozen om Hesdy te zeggen. Ja. Dus, ik weet niet waarom. Ik heb het, nee, want het is iets van de vroegere tijd. Want je ziet het, ik heb het ook bij mijn broer gezien en andere mensen die ik ken van mijn generatie of de generatie ervoor. Mm-hmm. En Hesdy Ommen, geboren getogen Suriname. Hier naar school gaan, tot de natin en daarna vertrokken naar Nederland. In 1989 ben ik vertrokken naar Nederland. En tot 2014 ben ik geremigreerd. In Nederland heb ik de laatste opleiding die ik daar genoten heb is post-HBO opleiding, installatietechniek TV via lucht. En ik heb daar gewerkt, diverse projecten mogen draaien voor grote bedrijven. Ik heb zelfs steden mogen helpen bouwen in Nederland. En hier teruggekomen, bedrijfje opgezet en daarna gevraagd door de erfgenamen van plantage Honoribo als ik het bestuur wou leiden. En dat doe ik al sinds 2017. Okay. Als ik zo naar u luisterde, dan verdiende u dik in Nederland. Toch heeft u het verruild? Ik heb het verruild omdat er ook nog wat zeg maar andere redenen erbij zijn. Ik zal er niet omheen draaien. We zijn allemaal strandamangs.
er zit wel een stukje culturele redenen erachter waarom ik terug ben gekomen naar Suriname. En ik voelde me ook niet echt happy meer daar, want je hebt daar heel veel gewerkt, heel hard gewerkt. En dan nog werd je hier en daar gediscrimineerd. Want er zijn weinige donkere mensen die op een bepaald op managementniveau werken, vooral in de techniek, daar in Nederland. Oké, dus ondanks alles, toch voelde u dat u gediscrimineerd werd? Je voelde niet, je werd gediscrimineerd. Ja, ik kan een voorbeeld geven. Ik liep naar een project, we deden de provinciehuis Utrecht waren we aan het renoveren. En als projectbegeleider heb je een witte helm op. Dus ik liep dwars door het gebouw, vergadering op. En er werd een lied voor me gezongen door een monteur die niet wist wat voor positie ik heb, van Calimero. En Calimero is een soort racistische tekenfilm in Nederland. Van een zwarte een met een witte helm. Dus ik gaf geen antwoord, maar na de vergadering ging ik met de uitvoerder. Liepen we. Dus ik drukte hem die kant op. En toen stonden we daar, toen vroeg ik van, kan hij zijn werk goed? Kan hij zijn werk? Ja, zegt hij. Ja. Ik zeg, gelukkig maar. Want hij kan niet zingen. Zegt hij, joh, heeft hij voor je gezongen? Ik zeg, ja, heeft Calimero voor me gezongen. En die uitvoerder trok helemaal wit weg. Die heeft hem naar beneden geroepen en zei me ook van, als deze man zegt dat je van het project af moet, kan ik hem niet tegenhouden. En dat soort dingen. En niet prettig, hè? Het is niet prettig. Ja. Het is niet prettig. Nou. Dus dan bent u naar Suriname gekomen, een bedrijfje zegt u. Gaat het nog goed met het bedrijf? Nou, daar ben ik ook mee gestopt. Oh. En er zijn bepaalde factoren. Het zit niet mee. En je hebt de concurrentie is groot. En je moet eigenlijk concurreren tegen niet-bedrijven. Als aannemer, met de straataannemer, zeg maar. Ja. Het is geen eerlijke concurrentie. Het is geen eerlijke concurrentie. Dus ben ik er maar mee gestopt. Want je verdient er niet zoveel mee voor al het problemen die je daar al mee krijgt. Ja. Ja. Dus. Maar u zegt, de mensen hier hebben u gevraagd. Bent u zelf van oorsprong Paraan? Of uw ouders? Vader is van Honoribo geboren, getogen Honoribo. Dus vandaar. Want meestal hoor je Pina's, andere namen. Nou, Oman is ook een klinkende naam van Honoribo. Is ook een der koper van de plantage. Ja. Je moet, om sowieso zitting te nemen in het bestuur, moet je afstammen uit de lijn van een van de kopers van de plantage. Ah, dus dat ben ik wel. Oké. Okay. En is hier boedel? Plantage Honoribo is boedel. Het is boedel omdat er een aantal familieleden het gekocht hebben natuurlijk en voor kindskinderen. Ja, dus hier kan niet zomaar iemand komen en zeggen ik wil een stukje grond kopen? Nee, kopen kan niet ook sowieso. Dat kan je niet binnen boedel. Maar je zou kunnen aanvragen als niet-erfgename zou je eventueel een stukje kunnen huren. En als erfgenaam kun je dan een stukje krijgen, toegewezen krijgen. Ja. En nu heeft de president een commissie geïnstalleerd om, zoals hij het noemde, boedelproblematiek aan te pakken. Is er hier ook een probleem met de boedel? Ik blijf het zeggen, we hadden een webinar en ik zeg van, mijn voorouders hebben geen problemen voor ons achtergelaten. Dus wij hebben geen boedelproblemen. Misschien heeft de overheid een probleem met boedels. En ik kan dat stukje wel een beetje begrijpen waarom. Er zijn inderdaad, zeg maar, in de stad wat enkele boedelproblemen. Ja, toch? Je hebt van de gezinnen waarbij een huis staat en ze kunnen niks. Het is een boedelproblematiek. Ja, toch? Dat kan, misschien bedoelt de overheid dat daarmee. En kijkend naar de commissieleden die geïnstalleerd zijn, dat zijn haast allemaal juristen. Je slaat daarmee de plank mis als je alleen juristen daarin zet. Want er is een hele historie achter de koop van de paraplantages. Dus als je daarover zou willen praten, dus daarom denk ik van, ja, misschien gaat het over de stad en niet over de paraplantages. Maar neemt u ons mee in die historie een beetje over de koop?
die voorouders en zo hebben het gekocht of ze werkten op de plantages en kregen het. Hoe ging dat toe? De voorouders, conform de geschiedenis, hebben de voorouders veelal na de afschaffing van de slavernij, zijn ze bijeengekomen, geld bij elkaar gezet en dat, zo heb je het op alle paraplantages. De saamhorigheid onder die mensen die was enorm. Ze konden elkaar begrijpen. En ze waren niet altijd familie van elkaar. Maar ze konden elkaar begrijpen. Lotgenoten. Ja. En dan hebben ze het gekocht en nagelaten voor hun nageslacht. Juist. Dus het is eigenlijk eigendom. Het is niet dat ze het hebben gekregen. Ze hebben het gekocht en nagelaten voor hun kinderen en kindskinderen. Er zijn weliswaar enkele plantages, heel weinig, die geen eigendom is. Ja, maar daar wil ik nog niet, want we komen als federatie, want ik ben ook voorzitter van de Federatie van Paraplantages, en hierover zullen we vergaderen en zullen uitkomen met een statement. Ja. Maar veelal hoorde ik dat de mensen van de paraplantages met elkaar overhoop lagen, dan wilde één het bestuur, dan anderen niet. Wat about dat? Ja, kijk, ik blijf het altijd zeggen, factor mens is moeilijk. Ja toch? En we hebben het overal. Je hebt het overal dat sommige mensen hun hart niet op de juiste plek hebben. En als ze eventueel wat ruiken, dat ze hun slag kunnen slaan of eigen belang hebben, dan ga je het gevecht krijgen. Ja. Want de paraplantages die zijn ook heel goed voor toeristische activiteiten en zo, toch? Dat klopt, want in principe binnen para behelst de grootste aantal toeristische orde van Suriname. Dus inderdaad, dus daar ruikt men geld soms. Ja, maar niet alle orde. Het gaat niet alleen maar om de orde, maar er zijn vele andere zaken die er gaan spelen. Maar laat me u er wat zeggen, maar sinds de federatie en het commissariaat zich een beetje ermee bezighoudt, dan wordt het ook steeds minder hoor, want er wordt bemiddeld en we gaan elkaar begrijpen. We hebben elkaar gevonden en we zijn bezig om sterke plantagebesturen neer te zetten. En zodat de structuren er zijn, zodat je dat gevecht, dus je moet dat uit de weg ruimen. Want veelal heeft het ook te maken met de wetgeving van Suriname, dat soort dingen kan. Ja, ja. Hoe? Want het zijn een heleboel verouderde wetten, dat weet nee, ik. De wetgeving, iedereen kan een stichting oprichten. En je statuten van je stichting bepaal je zelf. En er wordt niet onderzocht als het mag. Want ik kan morgen ook gaan en ik zeg, ik richt de stichting op, beheer te goede mevrouw Boetius. Maar dan weet u het niet. Maar mag ik u te goede beheren dan? Zonder u te, dat bedoel ik. Maar die stichting is straks legitiem. Dus ik zwaai wel met stukken dat ik een legitieme stichting heb. Maar die stichting heeft geen mandaat om de tegoeden van mevrouw Boetius te beheren. En dat zijn de dingen die de problemen veroorzaken. Dus de wetgeving zal daar ook nog naar moeten gaan kijken. Hoe functioneren stichtingen? Waaraan moet men voldoen voordat je een stichting opricht en dat soort zaken? We hebben ook te maken met een stichting die ergens achter Rijsdijk gronden van ons uitgeeft. Die zogenaamd een legitieme stichting is. Maar die mag niet, het is een legitieme stichting. En ja, je hebt ook van die oneerlijke notarissen die zich daarin lenen. Okay. En die mensen zeg maar misleiden om te zeggen van ze hebben een notariële akte. Terwijl als je goed naar de stukken kijkt, tekent de notaris alleen maar voor legalisatie der handtekening. Ja. Dus de mensen die het niet zo goed weten, denken ik heb een notarieel stuk, dus het zit goed. En stichting heeft de stukken, dus het is goed. Maar ik neem aan dus dat het plantagebestuur of de federatie daar tegen vecht. Ja, we zijn daar wel mee bezig. En het is echt niet legitiem, het is echt... Het is de stichting op zich,
is best legitiem, maar de stichting heeft geen mandaat om over de tegoeden van de plantages of van die ene plantage van Honoribo, waar ik het in dit geval over heb, die heeft het geen mandaat om daarover te gaan. Dus u zegt, iemand is opgestaan, heeft de stichting opgericht en zegt, ik mag gronden uitgeven. Laat me het zo zeggen, de persoon, het is eigenlijk, dat is weer kwaadwilligheid van de persoon, factor mens. De persoon die was tussen 2007 en 2012 zat de persoon in het bestuur. En dan mag je als bestuur een stichting mandaat verlenen om namens het bestuur gronden uit te geven. Dat mag. En de persoon heeft na 2012 het mandaat teruggegeven. Maar die proef die heeft het geld natuurlijk geproefd. En die gaat er nog steeds mee door. En die heeft zelfs een kantoor aan de Drambrandesgracht. Zo, oké. Ik moet op onderzoek uitgaan. Ja, omdat we geen namen mogen noemen. U heeft me een paar punten gegeven, zodat we op onderzoek uitgaan. Want dan moeten we horen en wederhoor toepassen in deze. En dan aan de persoon gaan vragen wat er gebeurt. Yes? Oké. In elk geval, we weten het is achter Rijsdijk en Drambrandesgracht. Dat houden we vast. Hoe gaat het met Plantage Honoribo? Plantage Honoribo, daar gaat het goed mee. Plantage Honoribo die is een hele tijd in het verleden was negatief in de publiciteit. Maar sinds een aantal jaren is er rust. We zijn bezig met de wederopbouw. Het bestuur onder leiding van mij, we zijn dit gebouw komen aantreffen leeg. We hebben het helemaal ingericht, het secretariaat opgezet, administratie opgezet, helemaal bemand met bureaus en al. En we hebben vele zaken gezet, de regelgeving zijn we. En ik moet me haasten te zeggen, over 2 weken hebben we bestuursverkiezingen. En dit bestuur heeft zich weer herkiesbaar gesteld. En ja. Ik roep de mensen op te kijken, goed te kijken voor wie ze willen stemmen. Want er waren anderen, het komt heel goed uit. Want vanmorgen was er de tegenpartij bij Mantetaki. En die heeft heel wat onwaarheden verkondigd. En we willen onszelf niet in de publiciteit aanvechten, maar je moet het wel goed voor worden. Dus het wordt een echte verkiezingsstrijd? Het is een echte verkiezingsstrijd. En wie zijn de mensen van het andere bestuur, de kandidaten? De kandidaat, voorzitter, is François Blanker. Dus iedereen kent hem als Robbie Blanker. Maar die heeft in het verleden in het bestuur gezeten als secretaris. En dat weten de meeste mensen. En dan ga je dingen roepen over een stichting. En zit je met dezelfde mensen in een stichting die geld gaat zoeken bij Suralco. Diezelfde mensen die achter de rug om van de erfgenamen om geld zoeken en naar de rechter stap om geld te krijgen. En waarbij de voorzitter van die stichting zich heeft teruggetrokken. Omdat hij niet eens is met de stelling van die stichting. En die zegt, die stichting moet samensmelten. En want de gelden die ze allemaal innen, die is niet ten waarde van de erfgenamen. Ah, ja. Dus. En voor alle duidelijkheid, het gaat dus om het bestuur van Plantage Honoribo. Plantage Honoribo. Daar gaat nu die verkiezingsstrijd. Zo, dat wordt spannend. En hoeveel mensen zijn er hier die moeten gaan stemmen? Om te stemmen hoef je niet per se op Plantage Honoribo te wonen. Als je maar erfgenaam of nazaat bent, dan ben je stemgerechtigde 18 plus. En 7 augustus vindt het plaats. Waar hier? Plaats hier op Plantage Honoribo. Hier verderop hebben we een recreatiezaal. En daar zal het gebeuren. Aanvang is 10 uur. Tot 4 uur 's middags hebben we de telling. En dan mogen de beste winnen. Natuurlijk. Hoe schat u uw kansen in? Als ik naar de ondersteuningslijst van onszelf kijk, dan hebben we op basis van de ondersteuningslijst hebben we een grote voorsprong op de tegenkandidaat. Waarschijnlijk zal de tegenkandidaat ook hetzelfde zeggen. Nou,
Dat ze goed in het zadel zitten. We hebben ondersteuningslijsten die getekend zijn. Ter ondersteuning wie bestuur ondersteunt. En daar is al een stukje bewijs. Ja. Oké, dan kijken we uit naar de verkiezing op 7 augustus. Ja. Oké, misschien zullen we daar ook zijn om te kijken dat wie dat mooi gaat zijn. Winnen. Oké, dat gaan we opboeken. Maar het vertrek van Suralco, was dat de aderlating voor deze plantage? Suralco, het vertrek van Suralco. Suralco is eigenlijk niet vertrokken uit Suriname nog. Want dat wordt wel gezegd. Want wij hebben nog steeds contact met Suralco. We zijn in onderhandeling met Suralco over de plantage. Maar het is wel voor de staat Suriname een aderlating. Maar voor de plantage eigenlijk nog niet. Heeft u ook het beheer over het stafdorp? Het stafdorp valt ook onder plantage Onoribo, ja. En zou daar renovaties en zo plaatsvinden? We zijn wel in onderhandeling met Suralco. We zijn ook in onderhandeling met ze over het achterstallig onderhoud. En ze hebben in eerste instantie al aangegeven dat ze de wegen zullen aanpakken, dat achterstallig onderhoud. Dat is al bevestigd dat ze dat gaan doen. En we zijn ook nog enkele projecten die we hebben uitgezet richting Suralco. En daar zijn wij ook nog over onderhandeling over. Want het stafdorp is leeg? Nee. Het stafdorp die is eigenlijk door het vorige bestuur, het bestuur voor ons, is het stafdorp totaal uitgegeven aan erfgenamen die er wonen. Oké. En het zwembad daar? Het zwembad, dat is in principe, we zijn bezig middelen bij elkaar te halen. Want het is een behoorlijke uitgavenpost om die zwembad weer te rehabiliteren. Want zou de brandweer daar niet mee helpen? De brandweer die was gestart om te helpen. We waren er heel erg ver mee. Maar zijn teruggefloten door de overheid. Oh. Door de minister, het was de vorige regering. En het ministerie van Jusbol heeft de brandweer teruggevlogen. Oh, verloten. Ik kan daar geen uitspraak over doen. Daarom zijn ze gestopt. Maar we waren heel erg ver. Nou, dat is jammer, want dat was toch een goed project. Ja. Maar we hebben een nieuwe leiding. Er is een nieuwe leiding hier. En hebben we kennis meegemaakt. En ze zijn willing het weer op te pakken. Dus we moeten even kijken als ze ook weer de toestemming zullen krijgen van de huidige minister. Maar als we hier kijken, het is een beetje ver van de stad en zo, hè? Is het prettig wonen hier? Wat noemt u ver? Die is helemaal aan het eind van die weg. Nou, zo. Het is, ik woon hier zalig. Oké. Ik woon zalig hier, echt waar. En in principe, naar de stad komen is voor mij een krim. Mm-hmm. Als het niet moet, kom ik niet naar de stad. Zelfs Lelydorp gaan is voor mij alle hele en. Ik heb te veel in drukte gewoond. En ik woon, sinds ik voorzitter ben geworden van Plantage Onoribo, heb ik ervoor gekozen om naar Onoribo te verhuizen. Nou, dankjewel meneer Ommen. Wat zegt u tot slot tegen de Surinaamse samenleving in zijn algemeenheid, maar vooral tegen de bewoners van Onoribo of de paraplantages? Tegen de Surinamers in de algemeenheid zeg ik van, dan wil ik me eerst richten tot de paranen. Zeg ik van, als paraman kono wachti lanti. Ko udu usani. En lek paraman, we onderschat u krachti nanga u machti. Want u abgrong, u abe in eugenom. Grond is macht. Grond is geld, grond is kracht. Te ubondru ohorus ref tranga, ubondru lanti no mawa kapsanos omhunu. De mus konta kanga unu. Unaf gona de do abif kona unu. Maar unoms do wachti dem. Kubi de oroko. Zo. Nou, hartelijk bedankt en heel veel succes. Dank je wel. Kijkers,
Met deze krachtige woorden van de heer Hesdy Ommen, voorzitter van het plantagebestuur Honoribo en ook voorzitter van de Federatie van Paraplantages, ben ik gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor deze week. U heeft het gehoord, hij roept op tot bundeling en natuurlijk, er is een gezegde en het geeft aan, samen staan we sterk. En dat is wat hij hier aanhaalt ten aanzien van de paranen. De paranen moeten allemaal bij elkaar komen, één vuist maken en gaan voor hun eigen zaak. Maar mag ik u bedanken voor het willen kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u me in gesprek gezien met mevrouw Hanna Anees Middelijn. Zij organiseert op zaterdag 30 juli een beurs om de vrouwen te inspireren om iets te doen met hun talent. En met meneer Ommen hebben we gesproken over onder andere de commissie die de president heeft ingesteld om de boedelproblematiek aan te pakken. En meneer Ommen zegt, in Para hebben we eigenlijk geen boedelprobleem. Omdat ze allemaal bij elkaar zijn gekomen en ze zijn saamhorig en samen pakken ze hier de zaken aan. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week. Goeiedag.